moeten ons gaan richten op het oplossen van de problemen van het land, zodat we verzekerd zijn van een betere toekomst. Dit adviseerde NPS-voorzitter Gregory Rusland, de nieuw gekozen adviesraad van de Groene Partij. De nieuwe adviesraad is gisteren tijdens het jaarlijks congres van de Nationale Partij Suriname, welke is gehouden in Groenjari, voorgedragen aan de partijstructuren. Rusland zegt dat de diverse raden en structuren zich niet moeten richten op negativiteit dat gezegd wordt over de partij. De partij moet er juist zorg voor dragen dat met hun zitting in de regering zij bewijzen welk doel de partij voor ogen heeft. Rusland verwacht vooral dat de adviesraad en de diverse werkgroepen de leiding nemen om verandering te brengen in het onderwijssysteem in Suriname. Neemt u als adviesraad de leiding. Gaat u die onderwijsgroep herstructureren, zodat ze daadwerkelijk kunnen ondersteunen aan de doelen die de NPS zich stelt voor het onderwijs, maar de doelen die belangrijk zijn voor Suriname. We moeten ondersteunen. En dat denk voor Nukum, hoe je iemand een hakje gaat zetten en dergelijke. Laten we met z'n allen die hier zijn en positief denken. Laten we ervoor zorgen dat mensen die dat willen, die ruimte binnen onze partij nooit krijgen. Laten we optreden. Je bent er om een bijdrage te leveren. Even de bal leveren om een bijdrage. Die ben je drastisch. Voor wat het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu betreft, vindt Rusland dat er genoeg kader in de partij is om het uiterste te halen uit dit beleidsgebied voor het land. Op nationaal niveau wordt er niet begrepen wat het doel is van dit ministerie, meent de NPS-voorman. Maar laten wij ervoor zorgen dat wij in ieder geval die minister die wij daar hebben geplaatst, dat hij de ondersteuning krijgt om daadwerkelijk inhoud te geven aan die verantwoordelijkheden naar onnoelijk NPS aan de verantwoordelijkheid op het moment die ziet. Laten we ervoor zorgen dat we er iets goeds van maken en dat we de basis leggen voor de komende jaren. Dat we daadwerkelijk werken aan die ruimtelijke ordening, wat op dit moment eigenlijk een chaos is in het land. De milieusituatie, die bekeken moet worden van allerlei kanten. Laten we die bijdrage leveren. Laten we groepen organiseren, een werkgroep organiseren, die die ondersteuning op kort termijn kan geven aan dit ministerie. Rusland vindt dat er niet alleen ondersteuning geboden moet worden aan de twee bovengenoemde ministerie. Hij benadrukt dat alle beleidsgebieden van belang zijn voor het land en in dat kader zal de partij haar ondersteuning moeten bieden aan alle andere ministeries.